Nou, ze heeft vooral wel zin. Wat was je aan het doen eigenlijk? Ik heb bij de buurvrouw brood gehaald om te eten salade. En toen bedachten we, nou, dat is eigenlijk best weinig. Dus er moet een beetje brood bij. Goeie buren. Ja, heel goede buren. Marieke, ik heb hier een veeltje. En ik zou heel graag willen dat jij het eerste woord waar je aan denkt, dit is het veeltje, het eerste woord waar je aan denkt als je aan verbinding denkt. In het algemeen verbinding. Ah, dan denk ik aan mijn dochter, want die heet Rivka en haar naam betekent verbinding. En die hebben we ook uitgekozen vanwege de betekenis. Wauw, nice. Wil je Rivka hier opschrijven? Wat een beauty. Ja, graag in die ruimte daar. In het vak. Ja, prachtig. Rivka, mag ik hem even zien? Jeeey, Rivka. Dus nou ja, dat is wel vrij duidelijk. Verbinding is heel belangrijk. Precies. En als je het een beetje verder trekt, verbinding in de wijk? Verbinding in de wijk. Ja, we hebben heel duidelijk in ons straatje heel grote sociale cohesie. En daarom zijn we hier ook komen wonen. En daarvoor wonen we in een centraal wonenproject. En daar hebben we ook, dat was ook in Overvecht. En dat hebben we ook echt uitgekozen om met mensen in verbinding te staan. En niet als een soort eilandje in een rijtjeshuisje al helemaal op die manier te moeten functioneren. En dat was in Overvecht, hè, allebei? Ja, allebei in Overvecht. Ja. Ja, dus er is verbinding in Overvecht. Er is verbinding in Overvecht. Super. Dankjewel. Oké.